site van de Schanshoeve. En de site van de Schanshoeve is een historische site. Iedereen kent de site als het huis waar de kardinaal Van Rooij zijn jeugdjaren heeft doorgebracht. Maar eigenlijk is het veel meer dan het huis van de kardinaal. Het is ook op de eerste plaats natuurlijk een prachtige brasserie waar je heel lekker kan eten met producten van hier. Maar op de tweede plaats willen we ook, en dat is ook het doel van het project, de mensen zorgen dat ze gemakkelijker de weg vinden naar de site. En dat doen we door een bruggetje dat we hier aangelegd hebben over de vest. Dat doen we door de baniers aan de voorkant, waardoor de Schanshoeve beter in zicht komt. Dat doen we door een aantal bankjes die aangeplant zijn of geïnstalleerd zijn. En natuurlijk, en dat is misschien nog het allerbelangrijkste, we hebben een belevingsroute in elkaar gebokst, waar dat op 10 haltes, via 10 haltes kan je dan alles te weten komen over de geschiedenis, over het erfgoed van Vorselaar en ook een beetje van de Kempen.